Oorspronkelijk stond alleen dit deel van de woning er, dat was de bestaande woning. En de bouwheer is bij ons gekomen met de vraag om een uitbreiding van de woning te maken. Ja. Zij hadden zelf in hun gedachten achterbouw, zoals de meeste aanbouwen. Ja. Maar wij hebben dan voorgesteld om een zijbouw te maken. Voornamelijk voor het stedenbouwkundig idee, omdat, zoals jullie kunnen zien, zijn dat hier allemaal rijwoningen. Ja. En wij wouden de rij sluiten. En de andere reden was, meestal als je een achterbouw bouwt, heb je een donkere middelste ruimte die dan niet zo vaak gebruikt wordt. En hier was dan ook nog een extra motivatie, de oriëntatie. De tuin is namelijk noordgericht en we wouden zoveel mogelijk zuiderlicht binnentrekken in de woning. En daarom hebben we hier dus een vliesgevel uit aluminium en houten invulpanelen. Wat mij onmiddellijk opvalt is dat jullie het ruwe karakter echt bewust hebben gelaten, zoals het ruwe beton. Je ziet ook nog de bakstenen binnen in de woning. Dat is een bewuste keuze? Ja, dat is zeker een bewuste keuze. We hebben eigenlijk de oorspronkelijke zijgevel behouden en de bouwheer heeft die zelf gekaleid. Ja. En daarnaast hebben we dan ook de nieuwe binnengevel hier, waar dat dan de badkamer achter zit. Die is verlicht met een koepel en ook met die raampjes, zodat je toch voldoende daglicht hebt, maar ook je privacy. Als we dan iets verder doorlopen, dan zien we dat we voor de achtergevel hetzelfde principe hebben toegepast als de voorgevel, een vliesgevel dus. Maar in dit geval hapt die over de bestaande woning, zodat we een continue wandeling kunnen maken door de woning. Ik vind het heel leuk met de niveauverschillen die dat dan in hetzelfde vlak doorlopen als de tuin is geslaagd. Dan wandelen we nu door naar het originele gedeelte. We komen hier in de keuken en hier is bijvoorbeeld de originele plankenvloer behouden. Ja, het is heel leuk om het contrast te zien. Je ziet duidelijk wat de oude woning of de bestaande woning en dan het nieuwe gedeelte dat er is aangebreid. Een knap staaltje van architectuur.